De ministeries van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Regionale Ontwikkeling en Defensie, in samenwerking met het commissariaat Marowijne Zuidwest, voeren verschillende rehabilitatiewerkzaamheden uit de Marowijne. Op 4 maart jongstleden is officieel een aanvang gemaakt met de start van deze activiteiten, die volgens planning ruim 8 weken zullen duren. Ik ben reeds 6 weken in het district Marowijne, Resort Zuidwest. En het bevalt. Heel veel werk, heel veel actie natuurlijk. En ik hou juist van die spanning om samen dus met de gemeenschap te werken. En als je met de gemeenschap werkt, heb je dan heel veel veldwerk. Je kan niet de hele dag op kantoor zitten, want anders weet je ook niet wat er gebeurt. En de interactie is nodig. En met zo'n grote ontwikkeling is het altijd goed om polshoogte te nemen. Want we hebben een tijdslijn ingeschat voor de werkzaamheden die u hier achter ons ziet. En vandaar dat we vandaag op het veld zijn om te kijken als we onze tijdslijn zullen halen. We zijn nu op de weg naar Rikanaumofu. En amper 2 weken terug zijn we gestart om deze weg te rehabiliteren. Vanwege het feit dat de gemeenschap al lang een beroep op de overheid had gedaan. En de president het heel dringend vond vanwege het feit dat wij als een land die naar een landbouwschuur willen worden van het Caribisch gebied. En dit gebied is een van de belangrijkste gebieden wanneer het gaat om landbouw. Die Kanaalmofu produceert tonnen zou je kunnen zeggen aan landbouwproducten, knolgewassen, etcetera, die eigenlijk moeten zorgen of moeten meehelpen dragen aan de ontwikkeling van de agrarische sector op een hoger niveau. Achter mij zit u ook een team van LVV, want we gaan ook kijken naar een paar arealen waar LVV een paar projecten wil uitvoeren. Dus het is eigenlijk een goede dag. Dus we zien dat er uiteindelijk wordt er iets gedaan waar de bevolking van Rikanaumofu kan zeggen van ja, we hebben werkelijk die motivatie nu om te produceren zoals we al doen, maar nog beter weer. De weg was in deplorabele staat. Eerste keer dat ik over de weg ben gekomen. Iets dat we hebben nauwelijks 10 minuten gereden en kijk, we zijn al bijna op 5 kilometer van de weg. De laatste keer dat we hier waren, het heeft bijna 55 minuten om dat te goeden. Het was tussen 50 en 55 minuten, want ik had het getimed om in het dorp te komen. Dus ik zie wel dat er progressie is. En het Nationaal Leger doet fantastisch werk. De machines worden ingezet, de manschappen. We hebben ook personeel van de bestuursdienst. En je hebt ook mannen van de gemeenschap die ook helpen om het werk vlot te doen lopen onder deskundigheid en begeleiding van openbare werken. Samen staan we sterk is altijd mijn motto. De overheid kan het niet alleen aan, maar met de motivatie die de bevolking geeft en door met ze te communiceren, ze te betrekken, ze de weg te wijzen, want vaak genoeg is het omdat men niet weet hoe het moet. Het is niet dat omdat men niet wil, maar als we de begeleiding geven en zoals we dit project hebben aangepakt, 3 ministeries in 1, ziet de bevolking dat er een eenheid is. En dat is belangrijk om ons doel te bereiken voor de duurzame ontwikkeling waarvoor de overheid streeft en de regering natuurlijk streeft. We can do the job. Wat heeft u allemaal gedaan? Oké, we zijn gestart zo 1,5 week terug. We zijn nu bezig, als u kijkt, zijn we bezig de totale weg schoon te maken. Schoon te maken, waarom? Omdat wij een feasibility studie van de weg gaan moeten maken. De zwakke plekken moeten in beeld gebracht worden. Afwatering moet in beeld gebracht worden. En daarna gaan we dan de weg reconstrueren. We gaan alles weer terugbrengen in zijn oude hoedanigheid. Als ik zeg reconstrueren is weer de zwakke gedeelte gaan we uitlepelen. We gaan nieuw materiaal aanbrengen. We gaan bermen aanpakken. Waar nodig is, want bepaalde plaatsen zijn geen bermen meer. Bepaalde plaatsen zijn de bermen weggezakt in de trenzen. En na het waterhuishouding alles in kaart hebben gebracht en uitgevoerd. Het water naar de rivier dirigeren. Want de Rikanaumofu weg
loopt parallel met de Kotika rivier. Dus we hebben een eb- en vloed situatie binnen langs onze wegen. Dus langs de complete weg. Bij extreme regenval en wanneer de rivier buiten zijn oever komt, hebben we last dat het water op de weg komt. Dus daaraan moeten we ook gaan werken, zodat er iets gebeurt dat het water wegblijft langs de rivier. In principe moet er een heleboel gaan gebeuren hier? Ja, in principe een heleboel. Hoeveel tijd heeft u nodig? Nou, we hebben afgetrokken voor 6 weken, dus we hebben nog 5 weken te gaan. Ik denk dat ik wel heel wat daarin kan doen. Afwatering gaat nu wezen wat het wil. En dat gaat wel een beetje tijd nemen, want we gaan nieuwe trenzen moeten graven richting de rivier. En dat kan een beetje lastig gaan vallen om je gaat misschien zwampgedeelte tegenkomen om het water te dirigeren naar de rivier. Is het een duur project? Nou, momenteel wordt alles in beheer gedaan van de overheid. Defensie, openbare werken en RO. Maar de leiding zit bij de RO. Wij zijn van openbare met het technische gedeelte hier bezig. Om alles te laten gebeuren hoe het moet gebeuren. En Defensie is met de rollend materiaal en manschappen. Is er een advies aan lokale? Hebben jullie de bijdrage van de lokale nodig? Nou, de mensen, om eerlijk te zeggen, de mensen waren wel beu om te wachten al die jaren dat de weg gemaakt wordt. En nu dat ze gezien hebben dat de weg, dat we eindelijk gestart zijn, heb je wel mensen die komen en ze vragen, ze geven ons wel adviezen van baas, kijk daar is, dat je wat rij abra, baas, dat je kokorono de. Dus dan neem ik alles mee. Maar het is wel positief dat de mensen naar ons toe reageren.